Ik zal er even eentje opbreken. Dan kun je zien wat erin zit. Zie? Dus eigenlijk geperst beukenhout is dit. Dus geënt met een schimmeltje wat hier eigenlijk op zit. En na tussen de 5 en 28 weken is dat schimmeltje eigenlijk, wat hier op zit, is eigenlijk helemaal doorgroeid. Dat hele pakket. En is het hele pakket klaar voor productie. Vernieuwingen in het Greenport Venlo gebied kunnen ook bestaan uit het aanboren van markten met nieuwe producten. En een heel mooi voorbeeld van een kleine markt, maar een grote speler, is hier in Overloon. Ecosietaken.com. Een bedrijf dat zich bezighoudt met deze paddenstoelensoort. Daar is niet zoveel vraag naar als naar andere paddenstoelen. Maar het is wel een product waar hoge prijzen voor betaald worden. En hoe begint het nou met die shiitake? Ja, in zo'n zakje. Dat is het begin van deze paddenstoel. Het stro wat erin zit, bijvoorbeeld dit hier. Dat is eco-gecertificeerd. Het hout, het beukhout, is eco-gecertificeerd. Dus vanaf het begin van het productieproces is helemaal eco. Tussen de 8 en de 10 uur gaat dat boven de 100, 110 graden wordt dat onder hoge druk stoom erin gezet. Dus dat betekent dus alle bacteriën en alle ziektes worden helemaal uitgestoomd eigenlijk. En dan wordt er afgekoeld en dan stoppen de medewerkers, die stoppen zo'n stokje erin. Wat overigens ook heel steriel werk is, allemaal overdruk en alles. Het is een heel, heel duur product, het is een duur substraat, zeg maar. Dus plus daarbij, voordat je in productie bent, dan ben je al een half jaar, 7 maanden verder, voordat er eens een keer geld komt. Hè? Dus er gaat heel veel geld in de voorraad zitten. Maar moet je veel doen met die zakken? Of is het gewoon, in principe is het gewoon recht zetten en laten rijpen. Dat is goede wijn, hè? Die moet ook rijpen. Zo moet dit ook rijpen. Dus dat gaat heel, dat is een heel proces eigenlijk, een heel schema, hè? Want we passen een schema. Passen we aan, bijvoorbeeld in september hebben we 30-40% meer omzet als in de zomer. Hè? En dus de hele winter door. Je merkt ook aan de consument dat ze najaar en de winter eten ze meer shiitake als bijvoorbeeld in de zomer. Dan is dat gelijk een stuk minder. Dit straalt wel optimisme uit. Ja, klopt. Wij zien de toekomst zonnig tegemoet. We merken wel dat shiitake maar het groeien is. Het is wel langzaam, maar we gaan dit eigenlijk bouwen voor ongeveer 30-40% meer productie. Dus we denken de eerste. Hier komt een hal. Hier komt een grote hal. Zoals die daar. Is ongeveer een derde groter als die. Deze is 1000 vierkante meter. Maar het is toch economische crisis? Ja, inderdaad. Het is een economische crisis. Maar we doen nogal veel export. In Amerika, we zitten in Engeland, we zitten in Denemarken. We zitten eigenlijk de hele wereld rond. Dus als je heel veel landen hebt, dan heb je ook heel veel klanten. Dus dan kun je ook veel verkopen. Ja, risico ook gespreid. Het risico hebben we zeker gespreid. Het is niet overal crisis. Nee, het is niet twee klanten. Het zijn tegenwoordig voor veel klanten in veel landen. En het is inderdaad niet overal crisis. Nee, maar je bent wel een hele grote speler, hè? Op die markt. Ja, met een oh, joh, niet zo bescheiden. Ja, nou ja. We zijn eigenlijk redelijk groot. We zijn redelijk groot. Gewoon de grootste. De grootste van, ik denk wel, de Benelux, misschien wel Europa. Ja. Er zijn verschillende soorten shiitake. Hier heb je bijvoorbeeld kleintjes. Die plukken dus, maandag, dinsdag plukken we die. Deze plukken we vandaag. Die plukken we vrijdag, zaterdag. Dus zo plukken we elke dag, 8 tot 10 dagen lang, plukken we elke dag een 500, 700 kilo het jaar op. De mensen hebben mondkapjes op, omdat er eigenlijk een hele grote massa shiitake pakketjes in de cel staat, in de ruimte. En zoals in de herfst vallen heel veel sporen dan. En als je heel veel sporen bij elkaar hebt, dan heb je op een gegeven moment een probleem. Dan krijg je te veel sporen binnen. Ze zijn niet giftig, helemaal niks. Alleen het gaat om de massa sporen eigenlijk. Daar kun je eventueel ziek voor worden. Wanneer is zo'n brok, om zo maar te zeggen, leeg? Nou, de brok, het substraatpakket, noemen ze dat met een mooi woord, hè? Die is leeg als hij eigenlijk helemaal uitgeproduceerd is. Er komt eigenlijk een eerste vlucht, een eerste oogst, dat is deze dus. Is deze oogst eraf, de vlucht eraf, dan is de week, anderhalve week rust, een bepaalde temperatuur. Dan zetten we de temperatuur iets hoger. En dan halen we de temperatuur weer omlaag. Dan bootsen we eigenlijk weer de herfst na, zeg maar, met de koud en de warme. En dan krijgen we een tweede oogst, een tweede vlucht. En dan, die duurt nog ongeveer 7-8 dagen plukken. En dan gaat alle pakketjes zijn er uitgeproduceerd. Er zit helemaal geen energie meer in, geen voeding. En die gaan dan op een container en die gaan worden afgevoerd.